Syrakoos Gekken, leraar bovenbouw HAVO VWO. En vandaag wil ik met jullie verder gaan spreken over de naamgeving van organische moleculen. Daar heb ik al een begin mee gemaakt met een filmpje terug. En nu gaan we dit een beetje uitbreiden. Ik heb hier een paar formules opgeschreven. En wat je hier opvalt is dat je steeds een alkaan ziet, waarbij ik een waterstofatoom vervang heb door een halogeenatoom. Je weet, halogenen, dat zijn fluor, chloor, brom en jood. Die staan in de 17e groep van het periodiek systeem, dat weten we allemaal. En je ziet, dit is ethaan eigenlijk, en één haartje is vervangen door een bromatoom. En dat heb ik hier ook gedaan met een chlooratoom, een joodatoom en een fluoratoom. Je ziet, zo'n halogeenatoom is steeds maar één streepje, want de covalentie van de halogenen was 1, van koolstof was 4, van waterstof was 1, zuurstof 2, stikstof 3, etc. Wij noemen dit halogeenalkanen. Ik heb het hier nog eventjes opgeschreven. Dit zijn de halogeenalkanen. En wat is hier nou de naamgeving? Nou, eigenlijk heel erg simpel. Je zoekt weer de langste koolstofketen op. En dat is in dit geval, dat zijn er 2, dus dit is ethaan. En wat zit er aan het ethaan vast? Er zit een bromatoom aan vast. Welke plek zit die? Nou, hij zit op de eerste plek. Maar ja, als hij daar zou zitten, dan zou het natuurlijk precies hetzelfde molecuul zijn. Dus ik hoef hier niet bij te zetten 1 bromethaan. Ik kan gewoon zeggen bromethaan. Dat zegt voldoende. Dit is bromethaan. Oké, de volgende. Hoe gaan we hier de namen geven? Nou, zoek de langste koolstofketen op, dus dat zijn inderdaad 3 koolstofatomen op een rijtje, dus dit is propaan. Wat zit eraan vast? Een chloratoom, kijk maar, 1 binding maar een chloor, hè? Covalentie van chloor is 1. Waar zit die? Nou, die chloor die zou natuurlijk op de eerste plek kunnen zitten, dus hij zou hier kunnen zitten. Hij zou hier ook kunnen zitten, dat noemen we natuurlijk ook de eerste plek, want je moet zo laag mogelijk nummeren. Maar hij zit op de tweede plek, tweede koolstofatoom. Dus er bestaat 1 chloorpropaan, maar dit is 2 chloorpropaan. 2 chloorpropaan. Hier zit hier een streepje tussen, dus let goed op. De volgende. Nou. 4 koolstofatomen op een rijtje in dit geval. 1, 2, 3, 4. Dus dit is natuurlijk butaan. Wat zit er vast? Nou, in dit geval, er zit een joodatoom vast. Op welke plek zit die? Nou, ik moet natuurlijk niet hier beginnen te nummeren. Dan wordt het 1, 2, 3. Dan zou het 3 joodbutaan zijn. Je begint natuurlijk hier te nummeren. Zo laag mogelijk. Dit is het eerste koolstofatoom, het tweede en derde, het vierde. Dus dit is 2 joodbutaan. 2 streepje jood butaan. Nou, dan wordt die laatste natuurlijk helemaal makkelijk voor jullie. 3 koolstofatomen op een rijtje, dus dit is propaan. En dit is natuurlijk niet het derde koolstofatoom, dit is natuurlijk het eerste koolstofatoom, want we moeten zo laag mogelijk nummeren, dus we beginnen hier te nummeren. En dit is dus 1 fluor propaan. Oké, nou, dit lijkt mij duidelijk en ook niet zo heel erg lastig. Dan gaan we door. Nou, ik wil eigenlijk nog zeggen dat zo'n atoom, zoals brom en jood en chloor en fluor, dat noemen we een karakteristieke groep. Een groep die karakter geeft aan zo'n molecuul. Een atoom waaraan je een molecuul kan herkennen. Een karakteristieke groep. En wij gaan hier nog even door met een andere karakteristieke groep. En dat is deze groep. Je ziet, hier zit een speciale groep. C dubbelgebonden O, OH. Onthoud die groep goed, want dat is de zure groep. Waarom is het een zure groep? Nou, dat komt als je de zuren al gehad hebt. Dan weet je dat een zuur een deeltje is wat een H plus kan afstaan. Nou, welke kan hier vanaf? Nou, deze kan er vanaf. Dan gaat er dus een H plus weg. Dus vandaar dat dit zure eigenschap heeft. Als je deze stof oplost in water, krijg je ook een zure oplossing, een oplossing met losse H plus ionen.
deze heb je eigenlijk gemaakt door van een alkaan. Eigenlijk, dit is eigenlijk ethaan geweest, waarbij je de CH3-groep van ethaan vervangen hebt door deze groep. Dus het is een alkaan geweest. En daar zit nu in het alkaan een zuurgroep. Vandaar ook dat we dit alkaanzuren noemen, die hier opgeschreven hebben. Wat voor naam gaan we deze nou geven? Nou, je moet gewoon het totaal aantal koolstofatomen tellen. 1, 2. En je ziet die zure groep erin. Dus wat zeg je dan? Dit is ethaanzuur. Ethaanzuur. Vaak wordt het streepje tussen die O en H wordt weggelaten. En dan schrijf ik dit op. Die en die zijn hetzelfde. Maar je moet wel beseffen dat tussen de O en H wel een atoombinding zit. Wel een streepje zit. Ik zou zeggen, jullie was gewoon altijd dat streepje tussen O en H wel tekenen. Wat je trouwens ook nog ziet, is dat er dus een OH-groep in zit. En je weet elk molecuul waar een OH-groep in zit. Of een NH-groep. Dat is een polair molecuul. Een molecuul met een ladingscheiding. En die stof is bijvoorbeeld hydrofiel, lost goed op in water. Oké. We herkennen hier ook weer een zure groep in. Zie je wel? C-gebonden O, OH, een zure groep. Hoe heet deze dan? Nou, tel het totaal aantal koolstofatomen op. Dat is er 1. Dus het is methaanzuur. Want je weet, methaan is CH4-1-centje. Methaanzuur. Hier moet je ogenblikkelijk zien dat het weer een zuur is. Dus je moet die karakteristieke groep, want dit is natuurlijk een karakteristieke groep, die karakteristieke groep moet je herkennen. Dit is die zure groep, C-gebonden O, OH. Wat voor naam geven we hier aan? Tel het totaal aantal koolstofatomen op. Vanaf die zure groep, 1, 2, 3. Dus dit is propaanzuur. Ik heb hier ook nog eventjes een wat ingewikkeld molecuul getekend, ook met een zure groep. Ja? Nou, dit is natuurlijk ook gewoon een zure groep, maar dit zuur is geen alkaanzuur. Wij zeggen wel, alle moleculen waarin zo'n groep zit, dus die en deze, dat zijn de carbonzuren. Die zijn allemaal carbonzuren. Waarom? Omdat er een zure groep in zit. Maar de alkaanzuren zijn een onderafdeling van de carbonzuren. Alkaanzuren, dat waren eerst alkanen. En van het alkaan is een CH3-groepje vervangen door een zure groep. En dan mag je het een alkaanzuur noemen. Dus de alkaanzuren zijn een deelgroep van alle carbonzuren. We gaan eens kijken naar een andere karakteristieke groep. En dat is in dit geval wordt het de laatste karakteristieke groep. En dat is de OH-groep. Soms zie je moleculen waarin een OH-groep zit. Kijk maar eens eventjes. Dit is een molecuul, zit een OH-groep in. Een molecuul waar een OH-groep zit. Die en die zijn overigens hetzelfde. Ik heb hier weer een streepje weggelaten. Dat doen ze soms. Toch is hetzelfde. Ik zou toch maar altijd het streepje tussen die O en H opschrijven. Dit zijn allemaal alcoholen. Elk molecuul waarin een OH-groep zit, is een koolstofmolecuul, molecuul van koolstofatomen, waar een OH-groep zit, dat noem ik een alcohol. En een deelgroep van de alcoholen, dat zijn de alkanolen. Nou, wat zijn dat dan? Dat zijn de alkanen waarin één H'tje vervangen is door een OH. Kijk maar eens, dit was methaan. En in dat methaan is één H'tje vervangen door een OH-groep. Dit is dus een alkanol. Dit was ethaan. En van het ethaan hebben ze één H'tje vervangen door een OH-groep. Is ook een alkanol. Dus de alkanolen zijn een deelgroep van de alcoholen. Kijk, dit is ook wel een alcohol. Omdat er een OH-groep zit. Maar dit is geen alkanol. Want dit is geen alkaan geweest, dit is namelijk een alkeen. Hoe gaan we nou de naam geven aan de alkanolen? Oh, dit is weer niet zo heel erg moeilijk. We gaan eens even kijken. Dit is één koolstofatoom.
met een OH-groep. Dit noemen wij methanol. Methanol. Hoe heet deze dan? Nou, je verwacht het waarschijnlijk al. Twee koolstofatomen bereid je met een OH-groep. Dat wordt dan natuurlijk ethanol. Ethanol. Dan gaan we nog even door. Hoe heet die? En hoe heet die? Nou, wat je ziet, ze hebben allebei drie koolstofatomen. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En wat dat betreft lijken ze ontzettend veel op elkaar. Ze hebben ook allebei een OH-groep. En wat dat betreft lijken ze nog meer op elkaar. Maar er zit wel een verschilletje tussen, zoals u ziet. Hier zit de OH-groep aan het eerste koolstofatoom. Waarom noem ik dit eerste koolstofatoom? Zo laag mogelijk nummer altijd. Dus ik begin hier met nummer 1, 2, 3. OH zit op het eerste koolstofatoom. En deze OH zit op het tweede koolstofatoom. Kijk maar eens. 1, 2. En als ik hier zou beginnen te tellen, was het ook 2. 1, 2. Deze noem ik dus 1-propanol. Het woordje propaan zit erin, dus je weet drie koolstofatomen. Er zit een ol in, dus je weet OH. En je weet die OH zit op de eerste plek. En dan is dit, ik begrijp het natuurlijk al, dat is 2-propanol. Wat je trouwens ook nog eens even ziet bij deze alkanolen, ze hebben allemaal een OH-groep in zich. Dus ook dit zijn weer polaire stoffen. Stoffen die goed mengen met andere polaire stoffen. En die ook bijvoorbeeld goed oplossen in water, hydrofiel zijn. Dus propanol, 1-propanol, 2-propanol, zal goed oplossen in water. Methanol zal goed oplossen in water. Ethanol zal goed oplossen in water. Omdat ze een OH-groep hebben en daardoor dus hydrofiel zijn. En waarom lossen ze op in water? Omdat ze natuurlijk dan heel makkelijk waterstofbruggen kunnen vormen. Maar ja, dat heb ik al verteld in een aantal andere filmpjes. De volgende keer, in ieder geval, gaan we door over de koolstofchemie. En dan zie ik jullie ongetwijfeld weer.